Ah. <laughs> Nieuw item. Jij heeft het bedacht. Die heeft ook de naam bedacht. Die noemde het Boris Retros item. Ik vond het naam niet echt heel erg origineel. Um, het idee is dat ik uh, de afgelopen jaren. Um, steeds grotere liefde heb ontwikkeld voor vroeger. Dat krijg je als je wat ouder wordt, zoals ik. Als je baard grijs wordt en je haar weggaat. en je hier minder haar krijgt en hier meer haar krijgt. dan uh, ga je liefde ontwikkelen voor dingen die vroeger vet waren. En vroeger was het natuurlijk niet retro. Vroeger waren het gewoon videogames die ik speelde. en die ik fantastisch vond. Dus ik dacht, ik ga het over vroeger hebben. Ik ga jullie met jullie mee terug in de tijd. Alleen uh, dit item heeft een goede naam nodig. Dus misschien kan je heel eventjes in de comment. Jouw meest creatieve verzinselen voor dit item uh, verzinnen. En ik, um, ik denk dat we misschien nog wel een prijs hebben voor iemand die de leukste naam verzint. Dus nu eventjes in de comments graag op GameKings.tv. Jouw beste naam voor Boris Retro Item. Retro Boris, ik weet het niet. Ik ben niet Donnie, anders heet het Retro Donnie, maar helaas. Goed, we gaan het vandaag hebben over Laser Squad. En um, dit is een game die. Uh, Um, ik, ik hoop dat je de muziek kan. De muziek was zo episch van deze game. Fucking hell. Deze game kwam uit, uh, oorspronkelijk op de ZX Spectrum in 1988, als ik me niet vergis. Uh, het jaar waarop uh, Nederland Europees kampioen werd. En het jaar waarop ik een, uh, een kleine jongen was. En um, soort van op, me, op mijn scholierenkamertje keek hoe Nederland daar uh, de Europese. Uh, Rusland versloeg in de finale. Dat weet ik nog maar goed, maar. Anyways, uh, Laser Squad. Um, ik, ik, ik heb hem voor het eerst uh, gespeeld op de Commodore 64. Uh, de game is twee jaar later ook nog uitgekomen op de Amiga. Uh, en dat zijn de beelden die je nu ziet. De Amiga-versie is in mijn optiek de mooiste versie die er van Laser Squad gemaakt is. Het idee van de game is eigenlijk redelijk simpel. Um, het is een turn-based strategie game. Um, zoals je dat kent van bijvoorbeeld de XCOM-series. En mensen die mij uh, wat langer kennen, die weten dat ik een groot fan ben van de XCOM-franchise. Nou, dat is allemaal begonnen bij deze Laser Squad, bij deze game. En dit. Um deze game is ook, het is ook geen toeval. Deze game is gemaakt door iemand die heet Julian Gollop, um, En hij is ook de bedenker van de xcom serie. Hij heeft later nog vele andere games gemaakt. Hij heeft voor Ubisoft gewerkt. Hij heeft ook uh, nog steeds. Op de dag van vandaag heeft hij een studio. En die heet. Um, uh, even kijk, vroeger had hij Blade Software. En tegenwoordig heeft hij een studio en die heet, um, ik had het erbij gezocht, Snapshot Games. En daarmee heeft hij een, um, een soort van Xcom-achtige game gemaakt. Recentelijk nog. En die heet Phoenix Point. Nou goed, ik weet het niet. Ik heb het nog niet gespeeld in ieder geval. Ik zag toen ik dit aan het voorbereiden was dat hij dat gemaakt had. En ik had echt zoiets van. wow, wat vet. Weet je, hij is nog, nog steeds dit soort games aan het maken. Maar goed, je kijkt hier naar beelden van, uh, van Laser Squad. En het leuke is dat je. Um, uh, je speelt met een, met een squad van, uh, wat is het? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zeg ik het goed? 1, 2, 3. Vier, vijf uh, mannetjes, vijf spelers. Ja, ik ben een beetje scheel. Ik zit echt tegen licht aan te kijken. En als je begint, dan kun je ze allemaal wat armor geven. Dat zie je hier hoe dat gebeurt. En uh, zometeen geef je ook um, uh, wapens. Uh, en je wil natuurlijk dat je squad een klein beetje gebalanceerd uitgerust wordt. Dus ze mogen niet allemaal hetzelfde wapen. Um, sommige wapens zijn, uh, wapen zijn ook duurder dan andere wapens. Dus je kunt meerdere goedkope wapens en misschien ook nog een granaat of weet ik. Je kunt een beetje afwisselen. Je moet ook nog uh, ammunition moet je meegeven. Dus uh, hier zien we de MARSEC gun Dat is eigenlijk de go het go-to wapen voor, uh, voor elke zichzelf respecterende um, laser squad unit. Uh, maar goed, er is meer. Weet je? Nou, je ziet in totaal heb je 125 credits om uit te geven. En um, dit MARSEC pistool is 7 credits. Weet je? Nou, goed, dan zie je eigenlijk een laser gun... Uh, van alles en nog wat. En in het begin heb je echt iets van nou lekker belangrijk. Geef iedereen wat, dat maakt niet uit. Maar al vrij snel merk je dat de wapenkeuze in deze game van essentieel belang is. Om, um, ja, om de aliens te lijf te kunnen. En dat, um, ja, dat, 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 dat maakt het extra spannend. Wat ook uh, leuk is natuurlijk. Je ziet, uh, uh, je hebt één corporal. Dat is eigenlijk ja, je aanvoerder natuurlijk. En ze hebben allemaal wat settings. En het is allemaal nog vrij... Um, het begint allemaal vrij simpel. Maar je merkt dat ze. Uh, je mannetjes die kunnen levelen. Naarmate ze meer ervaring hebben. Naarmate ze beter worden. Meer kills maken. En dat. Um, dat is eigenlijk een soort systeem. wat later. in de latere XCOMs games. helemaal geperfectioneerd is. Maar hier eigenlijk voor het eerst geïntroduceerd. En het is. ontzettend um, eenvoudig eigenlijk. Weet je. Het is echt een heel simpel idee. En het uh, maakte dat ik. bij het spelen van die game. Uh, gelijk een soort van een hele diepe uh, emotionele investering deed. Omdat, weet je, je stelt hier, de eerste keer stel je je squad samen en dan geloof je het allemaal wel. Maar uh, bij de tweede en derde missie heb je gezegd: ah, oh, vet, we hebben Private Harris nog. Weet je, en oh ja, dat is, dat is echt een baas. En uh, uh, die heeft die wapens en weet ik van wat. En, en zo. Ja, zo blijf je zo betrokken bij, bij je squad. En we hebben dat later in veel andere games ook gezien. En ik blijf het tot op de dag van vandaag gewoon een hele sterke dynamiek vinden. Dat je gewoon de, de, de characters waar je mee speelt in zo'n game of in een strategy game, dat je die leert kennen. Dat die gewoon een soort, bijna een soort persoonlijkheid krijgen. Ondanks dat het, wat is het nou voor een, een heel snel ronddraaiende uh, uh, rubber mannetje wat je, wat je misschien in je auto sturen of aan je autospiegel hebt hangen. Zo ziet het eruit. Maar het, um, maar toch is het feit dat het een um, um, ja, dat het dat het een naam heeft en dat het specifieke eigenschappen heeft, dat is gewoon ontzettend belangrijk. Dus goed, daar begin je de game mee. En dan vervolgens uh, uh, gaan we naar het, uh, naar het scherm toe, waar je dus eigenlijk je, je units neerzet. Dat... Um, uh, dat kan als, dit, uh, als je dit allemaal uitgezocht hebt naar nou, hop, fire to end selection. Dan druk je dat in en dan gaan we, dan begint de game. krijg we nog dat epische laadscherm? Krijg je die muziek nog even? Ik weet niet of je die muziek hoort eigenlijk in het item, maar die muziek was fucking fantastisch. En dit, um, ik moet je zeggen, ik kwam deze game. Oh ja, hier zien we dus, uh, de, dit is ook echt zo typisch de eerste missie. Uh, al die dingen waarin D staat, daar kun je units neer, uh, uh, neerzetten. En uh, die bewegen dus die kant op. En in dat gebouw wat je daar ziet, wat je dus eigenlijk top-down ziet, uh, daar zitten aliens in. Ze, ze komen later ook naar buiten toe, maar in het begin zitten ze binnen. En um, ja, je weet gewoon van oké, okay, je kan daar overal om, om de omheining van het huis heen, kun je units neerzetten. Um, en eigenlijk hier weet je nog helemaal niets. En uh, de, waar, de, waar de witte D's staan, dat is waar de aliens zitten. En jij mag de gele D's natuurlijk neerzetten. Nou, dit is een uh, deze game overigens deed het wel heel erg goed met, met muis en toetsenbord. Um, dat, dat was toch wel belangrijk. Of zelfs alleen met toetsenbord. Maar um, ik heb hem bijvoorbeeld kwam ik hem tegen weer op in een um, uh, op mijn Raspberry Pi, um, mijn, 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 mijn oude classic uh, videogame emulator. En, uh, uh, ja, dan speel ik een de exportcontrole. Werkt toch niet zo goed. Weet je, vooral omdat je, als je niet al die keys goed gemapped hebt en zo, weet ik veel. Dus, um, uh, mocht je een, um, een muis- en toetsenbord aan je Raspberry Pi hangen, dan is het alvast heel, heel erg goed te spelen. En dat. Um het leuke aan deze game is, is... en dat heb ik eigenlijk met al die uh, real-time of, of turn-based strategy games... is dat je zelf het tempo bepaalt. Dus dat je niet opgejaagd wordt. Uh, het is niet alsof de aliens achter je aanrennen. Maar het is uh, echt een kwestie van zelf proberen... om, um, om de overhand te krijgen, om... Eigenlijk van tevoren in te spelen op een situatie waarvan je niet weet hoe die gaat uitpakken, dat is eigenlijk een beetje de, de crux van deze gameplay. Een soort van aliens komen gewoon eigenlijk vrij random ergens tevoorschijn, en dan hoop je maar dat jij ze eerst ziet voordat ze jou zien. En als ze jou eerst zien, dan hoop je dat je backup in de buurt hebt om, eh, om, om ja, weet je, om in te grijpen en om die mannetjes neer te zetten. Dus je wil ze aan de ene kant bij elkaar houden en aan de andere kant wil je ze ook een beetje verspreiden, zodat dus de kans het grootst is dat je van verschillende angles kunt aanvallen. Nou, hier zien we. Uh, ik heb overigens niet deze game gecaptured. Dit zijn beelden die um, die heeft iemand anders gecaptured. Dus ik weet, ik weet niet precies waar de waar de units worden neergezet. Maar goed, de, de, de turn-based idee is dus je gaat omste beurt press fire to continue en dan 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 start het, het het epische gevecht start zich. En dit is op zich niks nieuws. Dit is dit is wat je kent van alle grote uh, um, uh, XCOM games. En het is uh, om heel eerlijk te zijn, het is ook beter gedaan in de latere XCOM uh, games. En eigenlijk nog het beste in uh, UFO Enemy Unknown. Dat vond ik ook een. Uh, dat was ook een game uh, uit deze reeks. Um, maar ik. Of eigenlijk uit de, uit de XCOM reeks. Ik, ik vind hier. omdat het level zo klein is, zo overzichtelijk is. Um, en op een of andere manier. ik kon me heel erg verplaatsen. In deze gameplay inderdaad. En gewoon omdat het, um, ik vond het. Ik vond het ook een hele mooie game, weet je? Dus ook hoe je het ziet: dit rare. Je hebt zo'n schermpje waarbinnen je alles ziet. En dat. Um, uh, kijk, dit zijn de, de, de specifieke eigenschappen van deze corporal jonglen. Uh, ja, dit zijn, je ziet gewoon de stads die ze hebben. Het is allemaal ook verder niet zo heel erg uh, bitter interessant. Uh, maar toch geeft dit een gevoel dat deze Corporal John Lenn een uniek mens is. Een uniek Laser Squad member is. En um, nou goed, hier, hier, hier ga je beginnen. Misschien kunnen we een klein beetje verder uh, skippen naar de, de footage, dat er echt gespeeld wordt. En dan krijg je een beetje een idee van, de, uh, van hoe die actie eruit ziet. Want in eerste instantie ben je gewoon aan het lopen. Door, uh, door die ruimte en dat um, uh, ja, dat is niet dit. Je, je zet hem dus ergens neer, ja, kan een bepaalde afstand kan hij lopen ook aan de hand van de punten die je hebt. Naar nou, bij de later XCOM games heb je dan zo'n zie je zo'n, zo'n, uh, zo'n vorm uh, die je eigenlijk kunt afleggen waarbinnen je kunt lopen. En um, ja, je kunt nog heel veel doen. Het is een, het is een game met een heel laag tempo. Um, Goed, misschien ik, ik wil verder in de. Ik wil even een heel stuk verder. Uh, Aviva, misschien kun je eventjes. Ja, kijk eens eventjes. We zitten hier midden. Hier is een shootout. Daar zag ik een alien. Hier gebeurde wat. Hier. Um, um, ik ben nu. Uh, ik heb nu de mogelijkheid om te schieten op een deur. Je kan door ramen heen schieten. Je ziet daar dat groene dingetje. Dat is een alien. Dat is een alienrobot. Zie je gelijk? Iedereen ziet dat dat een alien is. En um, uh, dat is waar voor het laatst uh, vijanden gezien zijn. Je moet je ook voorstellen. Ik bedoel. In dit tijdperk, dat hier deze 8-bit videogame-tijdperk, is dit een heel uh, ambitieus project geweest. Weet je, want je hebt, je hebt zoveel, je hebt meerdere spelers, uh, of meerdere units eigenlijk op die kaart. Maar omdat het turn-based is, werkt het allemaal zo goed. Weet je, en is het ook uh, mogelijk om overzicht te houden. Terwijl als dit real-time was geweest, totale chaos geweest. En dat, uh, um, het, dus het tactische. Element dat hier afspeelde, dat was gewoon Jesus Christ. Ik, ik werd weggeblazen toen ik dat voor het eerst zag. Dit ook weer, je hidden movement. Hoe verzin je het om dit te maken in een game? De je ziet het klokje, zie je zo lopen. Ik heb nooit geweten of dit echt daadwerkelijk zo was dat ze zo liepen. Ik neem aan van niet, het is gewoon volledig random. Dus je hebt dan de action points die zie je dan teruglopen naar nou ja, dat zijn dan de. De afstanden die ze afleggen, ik, ik geloof gewoon niet dat dit, dat dit wijzertje ook daadwerkelijk iets zegt over waar ze heen lopen. Misschien wel, misschien niet. Het, uh, ik heb het nooit gecontroleerd in ieder geval. Maar goed, nu zijn de, uh, de aliens zijn dus ook gaan lopen door, die, uh, door dat gebouw heen. Die zijn nu uh, overal ergens anders gedropt. Je hebt vaak ook, je ziet al, je hebt twee turns gedaan, je hebt 18 turns left. Dus je hebt dan 20 turns om die map uit te spelen. Uh, dat is eigenlijk bijna altijd wel. Uh, wel, wel goed. Dat is altijd wel goed genoeg. Dat is makkelijk te doen. Maar je, het feit dat je dus niet weet waar de vijand is, dat is zo'n ontzettend krachtig uh, systeem. Dat is zo, die dynamiek werkt zo goed. En dat, um, dat is tijdloos. Ik zit zelf ook een beetje naar die footage te kijken zo. dan denk ik echt zo van Jezus, kijk nou hoe mooi die. Die, die basis is. Je weet ook niet van is dit een alien basis? Zijn we op de maan toevallig of zijn we op Mars? Je ziet die planten staan dan denk je van nou, dat moet toch wel, uh, uh, hoe heet het, uh, zonlicht zijn en zo. Dus we, we vallen hier overduidelijk s'nachts deze basis binnen. Maar goed, dat is, um, dat is ook een beetje een, een teken van die tijd. Dat je, je moest alles aan de fantasie overlaten. Het is een beetje alsof je een boek leest of zo, weet je. Dat dat een soort van best wel een groter impact kan hebben dan een film die niet helemaal goed uitgewerkt is. Anyways, hier gaan we schieten. Daar staat een alien. Daar gaat hij ons. Rechtdoor schieten, moet lukken. Accuracy, nou ja, 52%. Dat is natuurlijk niet. Uh, waarom schiet hij niet? Hij schiet niet. Oh, hij kijkt op zijn scanner. Kijk, dat doet hij. Je hebt ook nog een strategic scanner. Heel strategisch. <laughs> nou, dat was het dan. Dat wordt gelijk weggedrukt. Ik zou het raar vinden als hij niet schiet. Cancel. Oh, hij wil eerst nog eventjes uh, bewegen. Oké, okay, dat kan. Nou goed, dit, dit is. ah oh ja, daar is die alien toch. Echt. Ik zou erop gaan schieten als ik hem was. Wat zijn dit voor, uh, voor rare praktijken? Wat, doet, wat gebeurt hier? Het, is, het wordt wel gespeeld door iemand die absoluut geen haast heeft. Ik zou um, wat meer to the point komen als ik deze speler was. Want waarom doe je dit allemaal? Heel weird. Auto. Oh ja, kijk. Hij schiet. Op. Hij heeft hem in één keer. Het was één schot. 52% kans. Doet dit in één keer. Hop. Victory to Assassin Squad. Nou, dan heb je dus nu... Uh, het is ook zo lekker zwart-wit, weet je. Het is gewoon zo van, zoek de aliens. Knal ze allemaal voorop, Zo simpel. En dat... Um, ja. Je ziet, oh, het zijn alien droids ook in dit geval. Nou goed, dat is uh, um, Laser Squad. De voorloper op uh, XCOM. Uh, de voorloper op uh, uh, nog vele turn-based strategy games. Want uh, met de de geboorte van, uh, uh, van deze uh, laser squat werd eigenlijk een heel genre uitgevonden en uh, zelfs games als Advance Wars en zo zijn eigenlijk allemaal een klein beetje terug te voeren op deze eerste laser squat en daarmee wordt dus die maker die die Julian Gollen um, uh, uh, oh sorry Gollop Julian Gollop uh, wat wat die mijn ogen een van de meest legendarische game designers is geweest, omdat hij dit principe, omdat hij echt de turn-based strategy game neergezet heeft, en dat het tot op de dag van vandaag doet, blijkbaar. Ook al speelt niemand meer zijn games met zijn snapshot games, toch, uh, uh, ja, is hij gewoon een legendarische guy. Um, je hoort er wat minder van, weet je. Het is niet zoals uh, Sid Meier of zo die natuurlijk enigszins bekendheid heeft verworven met zijn eigen games. Um, dat was ook een ding, natuurlijk Sid Meier en, en deed dat, maar veel andere game designers deden dat in die tijd ook, dat ze hun naam uh, verwerkt in de titel van de game, weet je. Ik bedoel, als deze game uh, Julian Gollop's Laser Squad had geheten of Julian Gollop's XCOM, dan was die naam niet meer uit iedereen zijn gedachten te krijgen. Dan had ik ge ge geweten dat hij Gollop heette en niet Gollom, zoals ik hem net noemde volgens mij. Maar um, ja, hij is dus uh, een redelijk anonieme guy. Um, ja, je vindt één of twee interviews met hem als je online kijkt. Hij is een beetje de vergetelheid ingegaan. En dat is onterecht. Want deze Laser Squad game. Ik denk dat het gelijk. Ik, je, kan, je zou kunnen argumenteren dat XCOM natuurlijk de betere game is. Tuurlijk, hetzelfde concept. Maar hij heeft het concept hier met Laser Squad uitgevonden. Dit is waar het gebeurd is. En dat, um, ja, dat maakt het voor mij gewoon een van de grondleggers van mijn favoriete genre. Uh, en dat is turn-based strategy. Dus wat dat betreft, um, ja, je kunt Laser Squad spelen. Uh, elke Amiga site heeft hem uh, als ROMs online staan. Je kunt hem spelen in je favoriete uh, um, uh, in, emulator in je, in je uh, emulate, emulation station. Als je dat draait, bijvoorbeeld. Um, en er zijn zelfs online, uh, gewoon browser-based versies van de game te vinden. Dat heb je ook. Goed, dat is Laser Squad. Laat eventjes in de comments weten. Hoe we dit item in het volg moeten noemen. Um, ik wil ook graag je suggesties weten. Welke games wil je graag dat hier langskomen? Ik ben niet van plan om overal uh, zo uh, positief over te zijn. Je mag ook absoluut met de kutste shit komen die je ooit gespeeld hebt. Um, dat lijkt me ook leuk. Um, weet je, ik, ik, ga, ik, ik dacht gewoon: ik begin zo'n serie met de titels die ik zelf heel vet vind. Maar om heel eerlijk te zijn, um, als jij me iets stuurt en zegt: van luister, ga dat checken. Dat was echt heel erg kut. Dan vind ik dat misschien ook wel leuk. Ga ik het ook checken. Goed. Thanks voor het kijken. Dit was uh, Boris, een retro item wat op zoek is naar een nieuwe naam. Later.